De eenparig beweging. Volgens mij hebben we dat een keer gehad. Het gaat niet over eenparige beweging natuurlijk, maar het gaat over een eenparig cirkelbeweging. Een kleine toevoeging aan wat je al kent. Maar we kijken even wat er allemaal over te zeggen valt. De maan draait zijn rondje rond de aarde. Dit doet hij met een constante snelheid. En iets wat met een constante snelheid beweegt, dat wordt een eenparige beweging genoemd. En deze eenparige beweging, dat wordt gedaan in een cirkeltje. Dus dit is typisch een voorbeeld van een eenparige cirkelbeweging. Dat gaan we even iets beter bekijken. De maan rond de aarde weer, iets anders getekend, een beetje schematischer, een beetje kleiner. En wat is van belang? Allereerst kijken we even naar het tijd die de maan doet voor één rondje, voor één cirkel. Dat noemen we de omlooptijd. Omlooptijd, het symbool daarvan is de hoofdletter T. En omdat het gewoon een tijd is, is de eenheid ook de eenheid van tijd, namelijk de seconde. Voor een maan is de omlooptijd een dik 27 dagen. Ja, dit is ook weer te vinden in Binas vanzelfsprekend. Volgende ding wat je je afvraagt, althans wat je je kunt afvragen, is hoeveel meter legt de maan nu in één rondje af? Nou, dat is afhankelijk natuurlijk van de straal van de cirkel die hij doorloopt. En voor een maan is dat, je ziet het, 390.000 kilometer. En dan is dus de aantal meters wat hij aflegt, de omtrek van de cirkel, en omtrek van de cirkel is 2πr. En als je daarvoor r, die 390.000 kilometer invult, dan kom je dus dat de maan iedere omloop aflegt 2,45 keer 10 tot de macht 6 kilometer. Volgende vraag is, wat is de snelheid dan om dat te volbrengen? Wel, hij moet die 2,45 keer 10 tot de macht 6 kilometer afleggen en dat moet hij doen in 27,3 dagen. Dus kun je de snelheid uitrekenen, want je weet afstand en je weet tijd. En snelheid is afstand gedeeld door tijd. Ja, afstand is één omloop. Tijd is één omlooptijd. En natuurlijk wel in seconden, dus die 27,3 dagen eventjes keer 24 en dan nog keer 3600. En dan krijg je dat de snelheid is, nou, daar zie je het, behoorlijk veel, hè? 2,49 keer 10 tot de macht 4. Dat is dus bijna 25 kilometer per seconde. Dus in 1 seconde is hij 25 kilometer ver weg. En de snelheid van een maan, dat wordt genoemd de baansnelheid. Ja, de baansnelheid in een cirkelbeweging is de snelheid dus die hij langs de cirkelbaan wordt gedaan. En voor de baansnelheid geldt dat je de omloopafstand, dus de omtrek van de cirkel, moet delen door de tijd voor één cirkel. En dan krijg je dus 2πr gedeeld door hoofdletter t. We zetten de maan even stil en we kijken eventjes goed naar de snelheid. Als je de snelheid gaat tekenen op het moment daar waar de maan nu staat, dan is de snelheid gericht langs de raaklijn van de cirkel. De snelheid is altijd gewoon een vector, dus je tekent het als een pijl. En je ziet dus dat de richting van de snelheid altijd gericht is langs de raaklijn aan de cirkel. Ja, en de maan gaat natuurlijk niet gewoon rechtdoor, want de aarde die trekt aan de maan. Dus hij gaat in een rondje, daar zullen we zo meteen eventjes verder naar kijken. Dus de maan gaat natuurlijk wel in een rondje. Betekent dus dat hij even later daar is. En daar is de snelheid dus ook weer gericht langs de raaklijn. Dus de snelheid die verandert wel van richting, niet van grootte. Het is een eenparige cirkelbeweging, de snelheid blijft constant. Maar wel van richting. Ja, volgende keer is hij daar. En daar is de snelheid dus ook weer langs de raaklijn van de cirkel, etc. etc. De maan draait zijn rondjes rond de aarde.
een cirkelbeweging zoals vorige keer bekeken met als middelpunt de aarde. Maar waarom blijft de maan zo keurig in de baan rond de aarde? Hier nog eens de situatie. De maan wordt als het ware naar de aarde toegetrokken en blijft dan rond de aarde cirkelen. Dit kan alleen als er een kracht is van de aarde die de maan dwingt om de aarde heen te cirkelen. Deze kracht is steeds loodrecht op de baan van de maan en gericht op het middelpunt van de cirkelbaan en dat is hier de aarde. Zo'n kracht moet er zijn als je cirkelbeweging ziet. Dus bij iedere cirkelbeweging moet zo'n middelpuntzoekende kracht aanwezig zijn. De middelpuntzoekende kracht kun je berekenen. Hierbij is m de massa van het cirkelend voorwerp in kilogram, v de snelheid van het cirkelend voorwerp in meter per seconde en r de straal van een doorlopende cirkel in meters. En als alles goed ingevuld is en berekend, levert dit de middelpuntzoekende kracht op in newtons. Een misverstand is dat de middelpuntzoekende kracht een kracht is die ontstaat omdat een cirkelbeweging is, net zoiets als de zwaartekracht is er omdat de aarde in de buurt is. Dat is niet zo. De middelpuntzoekende kracht wordt altijd geleverd door een andere aanwezige kracht. We gaan even oefenen. Ik noem en laat een cirkelbeweging zien en jij geeft aan welke bestaande kracht hiervoor de middelpuntzoekende kracht zorgt. Je krijgt iedere keer 5 seconden om het antwoord te bedenken. We starten met een bekende, de maan die om de aarde heen cirkelt. Het is hier de zwaartekracht van de aarde op de maan. In de volgende paragraaf zullen we op de kracht tussen twee massa's verder ingaan. De volgende is een auto die door de bocht heen gaat. De wrijving tussen wegdek en de banden zorgt ervoor dat de auto op de weg blijft en dus een bocht kan maken. Als er geen of weinig wrijving is, bijvoorbeeld door gladde wegen, dan wordt het inderdaad een stuk moeilijker om met de auto een bocht te nemen. Ook bij een elektron die rond de kern draait, is er een middelpuntzoekende kracht. De positieve kern trekt aan het negatieve elektron. En die aantrekkende elektrische kracht is hier de middelpuntzoekende kracht. Ten slotte nog een voorwerp dat je rondslingert aan een stuk touw. Hier is het de kracht in het touw wat aan het voorwerp trekt, dus de spankracht. Cirkels, cirkels en nog een keer cirkels. Hoe kom je eruit? Maar dat valt allemaal best wel mee. Het lukt je vast wel. Tot de volgende keer.